Welkom, beste kijker. Welkom bij alweer het vierde en ook voorlopig het laatste deel uit onze serie over de geschiedenis van het Midden-Oosten. Net als de vorige keren, even een korte terugplek. We begonnen in de 19e eeuw, de eeuw waarin het Ottomaanse Rijk aftakelde vanwege allerlei interne en externe factoren. Onhandige keuzes, opkomende nationalistische bewegingen, spanningen tussen Turken, Arabieren, Palestijnen en Joden, technologische ontwikkelingen, maar ook zeker de bemoeienis van de Britten en de Fransen met de regio. De Britten met hun beloftes aan de Arabieren, de afspraken met Frankrijk bij het Sykes-Picot-verdrag en tot slot ook de beloftes aan het Joodse volk in de balfour verklaring Hiermee zeiden de Britten de zaadjes voor heel veel van de latere problemen in het Midden-Oosten. Het is een typisch voorbeeld van Europees imperialisme: de baas spelen en planeet Aarde opdelen in stukjes. Al spelen er natuurlijk ook tal van andere factoren mee, die je nu je deze vierde video bekijkt wel zo ongeveer zou moeten kunnen dromen. Ik moet je eerlijk bekennen dat we het best lang hebben volgehouden zonder het echt over religie te hebben. Maar in deze video ontkomen we er niet aan. Het Midden-Oosten is per slot van rekening de plek waar drie van de belangrijkste wereldgodsdiensten zijn ontstaan: het jodendom, het christendom en de islam. Elk van deze religies heeft zijn sporen nagelaten in de regio, die je kunt terugzien in heiligdommen, in gebedshuizen, maar ook in de identiteiten van de bewoners, tot in de verste uithoeken van de regio. Vandaag de dag wordt de grootste religieuze groep in het Midden-Oosten gevormd door de moslims. Wie moslim is, hangt de islam aan en gelooft dat er maar één God is, Allah, in het Arabisch, en dat Mohammed zijn profeet is, die via de engel Gabriel. Jibril, de boodschap van God heeft ontvangen en doorgegeven heeft. Deze is opgeschreven in het heilige boek van de moslims, de Koran. De twee belangrijkste stromingen binnen de islam zijn het Soenisme en het shiisme. Een beetje, maar niet helemaal vergelijkbaar met protestanten en katholieken die allebei christelijk zijn. De islamitische stromingen ontstonden al vroeg in de geschiedenis van de islam, in de zevende eeuw. Het belangrijkste twistpunt was wie de opvolger van de profeet Mohammed moest worden als leider van de moslims. Er ontstonden twee kampen die beide een andere persoon als opvolger wilden: Mohammed's schoonzoon of een belangrijke heerser van het Midden-Oosten. Ik laat hierbij heel veel belangrijke details weg, maar daar moet je zelf weer even voor op onderzoek uitgaan. Maar voor nu is het belangrijk om te weten dat het grootste deel van de islamitische wereld sunnitisch is. De Shiiten vormen overal de minderheid, behalve in Iran en in delen van Irak. Iran speelt de hoofdrol in de rest van deze video. Want daar brak in 1979 een revolutie uit die de loop van de geschiedenis van het Midden-Oosten ingrijpend heeft veranderd. Daarom als leerdoel bij deze video, je kunt uitleggen waarom de Iraanse revolutie een keerpunt in de geschiedenis van het Midden-Oosten is. Het tweede leerdoel houdt in dat je twee voorbeelden van modern moslimfundamentalisme kunt omschrijven. Over moslimfundamentalisme zo meteen meer. Terug naar Iran. De voorgeschiedenis van de Iraanse revolutie begint met de westerse interesse in de rijke olievoorraden van Iran. Daardoor knoopten de westerse landen vriendschappelijke banden aan met de heersers van Iran. Sinds 1941 was dat een koning, Shah in het Persisch, de taal van Iran. Uh, hij heette Mohammed Reza Pahlavi. In de jaren 50 had hij met steun van de VS de absolute macht in handen gekregen. Door zijn vriendschappelijke verhoudingen met de Amerikanen, maar ook doordat hij in de ogen van heel veel Iraniërs de cultuur en de eeuwenoude tradities van het land aantastte, was Shah Reza niet bepaald populair. Alleen een hele kleine stedelijke middenklasse, die profiteerde van zijn pro-westerse beleid, steunde hem. Maar in praktijk was Iran een dictatuur onder Shah Reza. Politieke tegenstanders werden massaal opgepakt en de belangrijkste geestelijke leiders werden naar het buitenland verbannen. Nadat Shah Reza bijna 40 jaar op de troon zat, was de onvrede onder zoveel mensen zo groot geworden dat men de straat op durfde. Toen was het hek van de dam. Miljoenen Iraniërs eisten verandering uit alle lagen van de bevolking. Iedereen had daarvoor zijn eigen motief: geestelijke, intellectuelen, socialisten, liberalen, democraten, eenvoudige boeren en mensen met een eigen winkeltje. Maar de hoofdstroom werd gevormd door degene die hun oude bekende tradities en rituelen terug wilden: terug naar de beginselen van het oude Iran. En dat is de Iraanse Revolutie. Na een periode van wanorde en chaos grepen islamitische geestelijke de macht. Ze draaiden onmiddellijk de moderniseringen terug om vervolgens het land opnieuw op te bouwen op basis van de conservatieve Shiïtische islam. Lijfstraffen werden weer ingevoerd, tegenstanders werden gevangen gezet, verbannen en geëxecuteerd. En tal van westerse gebruiken, zoals de bioscoop, werden strikt verboden. De nieuwe leider van Iran was geen koning of president, maar Ayatollah. De belangrijkste geestelijke binnen de Shiïtische islam. De ontwikkelingen in Iran waren zeker revolutionair. In de Arabische landen waren de Baath-partijen juist voor secularisatie. Dat wil zeggen het scheiden van het geloof van de politiek. Maar in Iran werd de islam het fundament van een nieuwe samenleving. En dat inspireerde ook anderen, in bijvoorbeeld Turkije en Egypte. Waar ook dergelijke fundamentalistische bewegingen op gang kwamen en grote populariteit kregen onder brede lagen van de bevolking. Het fundament van de samenleving moest worden gevormd door de traditionele beginselen van de islam. En daarmee staat fundamentalisme dus tegenover secularisme, die religie en politiek juist van elkaar wil scheiden. Dat was volgens de fundamentalisten een westers idee en daarmee een vorm van imperialisme. In vrijwel elk land in het Midden-Oosten ontstonden na de Iraanse Revolutie van 1979 fundamentalistische partijen, vandaar dat die revolutie zo'n keerpunt is. Die partijen keerden zich allemaal fel tegen het Westen en tegen Israël, terwijl in de jaren daarvoor juist een nieuwe vreedzame weg was ingeslagen. Hamas, Hezbollah, Al-Qaeda en de Taliban zijn allemaal voorbeelden van fundamentalistische organisaties die met heel veel geweld en met name zelfmoord wereldwijd angst zeiden. Daarmee werd dus een nieuwe fase ingeslagen in de verhoudingen tussen het Midden-Oosten en het Westen. Maar ook binnen het Midden-Oosten namen de spanningen opnieuw toe. Fundamentalisten kwamen lijnrecht tegenover seculieren te staan, ook in hun eigen land. En de tegenstellingen tussen Shiiten en Soenieten kwamen pijnlijk duidelijk naar voren. Bijvoorbeeld in de oorlog tussen Iran, Shiitis, en Irak, Soenitisch tussen 1980 en 1988. In die oorlog werd Saddam Hussein, de president van Irak, gesteund door de Verenigde Staten. Maar toen Saddam Hussein in 1990 zijn buurland Kuwait binnenviel, overspeelde hij zijn hand. Om hun toegang tot de oliereserves in dat land te beschermen, stuurde de VS ruim een half miljoen soldaten naar de regio. Kuwait werd bevrijd en Saddam werd teruggedrongen, maar mocht wel op zijn plek blijven zitten. De VS was namelijk bang voor chaos als Saddam zou worden afgezet. En toch werd Irak zwaar gestraft, maar Saddam probeerde daar telkens onderuit te komen. Dat kat- en muisspel leidde ertoe dat de Amerikanen in 2003 terugkeerden naar Irak, en dit keer om het land echt te bezetten. Saddam dook onder, maar werd in december 2003 uit zijn verstopplaats gehaald door Amerikaanse soldaten. Het betekende een nieuwe fase in de verhoudingen tussen het Midden-Oosten en het Westen. Dit keer waren het niet de Britten, maar de Amerikanen die daarin de grote rol speelden. Met als gevolg dat veel inwoners van het Midden-Oosten zich nog verder dan in de eeuw hiervoor tegen het Westen en met name dus tegen Amerika keerden. Deze fase in de geschiedenis, vanaf de Iraanse Revolutie tot het begin van de 21ste eeuw, luidde een nieuwe periode in. Op de achtergrond spelen nog altijd economische, sociale en nationalistische belangen, maar op de voorgrond lijken de conflicten vaker ook over religie te gaan. Met de gebeurtenissen en ontwikkelingen waarover ik je in deze video heb verteld, kun je nu hopelijk uitleggen waarom de Iraanse revolutie een keerpunt vormt in de geschiedenis van het Midden-Oosten. En kun je beschrijven wat er wordt bedoeld met moslimfundamentalisme. Bedankt voor het kijken. Dit was voorlopig het laatste deel uit deze reeks. Laat gerust weten wat je ervan vond, of als je nog vragen hebt of nieuwsgierig bent over een bepaald thema of onderwerp, we horen het graag.